De katholieke kerk heeft afgelopen zondag Sacramentszondag gevierd. Het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament, zoals Sacramentsdag ook wel wordt genoemd, valt op de tweede donderdag na Pinksteren. En Sacramentszondag is de tweede zondag na Pinksteren. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus Christus zijn leven gaf omwille van Gods liefde en dat hij zich in brood en wijn bleef geven, telkens weer. De plechtige Eucharistieviering is gehouden in de kathedrale basiliek. U hoort een fragment van de preek van bisschop Karel Tschuny. De aanwezigheid van God in zijn lichaam en in zijn bloed wordt extra benadrukt als lampje dat daar brandt. En iedere keer als we de kerk inkomen, maken we een kruisteken en dan kijken we naar de tabernakel, waar God aanwezig is. En als we de kerk weer verlaten, dan kijken we nog een laatste keer naar de tabernakel, maken een kruisteken en weten dat God aanwezig is. Zijn aanwezigheid brengt ons tot gebed. Zijn aanwezigheid brengt ons tot aanbidding en lofprijzing. Zijn aanwezigheid vervult ons met een enorme liefde. En zoals twee geliefden graag in dat kaart aanwezigheid willen zijn, zo willen wij graag in Gods aanwezigheid zijn. Dat was Monseigneur Karel Tschuny afgelopen zondag tijdens de Eucharistieviering in de katholieke basiliek. Na de viering werd in een sacramentsprocessie gelopen door de straten van Paramaribo.